In deze video gaan we in op het ontstaan van de HIAG, een belangenvereniging van oud-Duitse SS-soldaten. Die opgericht na de val van nazi-Duitsland in 1945. De Russen vielen in 1945 Duitsland binnen en versloegen de Duitsers bij de slag om Berlijn. Hitler pleegde hierna zelfmoord en de capitulatie van Duitsland volgde op 8 mei 1945. Berlijn was veranderd in een slagveld en bijna alles was in puin geschoten of plat gegooid door bommen. Na de overgave probeerden de burgers de stad Berlijn weer op te bouwen. Er ontstond in de nazificatie, dit was de politieke zuivering in Duitsland na de Tweede Wereldoorlog het uitbannen van al wat aan de nationaal-socialistische tijd en gezindheid herinnert, zoals nazi-symbolen en het met de paplepel ingegoten nationaal-socialistische ideeën over andere mensen. Een aantal nationaal-socialistische kopstukken stonden terecht van november 1945 tot oktober 1946 vond het Nuremberger proces, twaalf aangeklaagden hiervan werden ter dood veroordeeld, hoewel het aantal mensen dat in het nazi-regime bleef geloven, snel afnam en de meeste Duitsers niets meer moesten hebben van militaire retoriek. De meeste Duitsers lieten de veranderingen gelaten over zich heen komen. Later is de omgang met het naziverleden de vergangenheidsbewältiging genoemd. Soldaten van de Weermacht en van de SS die in lage rang waren en voor 1943 verplicht opgeroepen waren door de nazis voor hun militaire dienst, kwamen na een korte straf weer vrij. Wel kreeg deze groep te maken met een schuldvraag die opgelegd werd door publieke druk van waarom heb je voor het leger gekozen. En weet je welk verschrikkelijke zaken er zijn gebeurd? Ook kreeg deze groep geen rechten op uitkeringen of militaire pensioen. Dit vonden veel oud soldaten een onrecht, omdat hun vaak onder bedreiging dienst hadden gedaan. Daarom richtte onder andere Paul Hoser Oud-Oberst Gruppen Vuren in 1951 in West-Duitsland de HJG (Hilfsgemeinschaft Aufgegenzijdigkeit der Aangehorigen der Ehemalige Waffen-SS, op. Dit werd opgericht door voormalige hooggeplaatste Waffen-SS-ERS. Het belangrijkste doel was het juridisch, economisch en historisch herstel van de Waffen-SS. In de HIAG-statuten van 1952 beschreven de doelstellingen van de organisatie als het bieden van kameraadschap, juridische bijstand, ondersteuning voor degenen in geallieerde gevangenschap, hulp aan families en hulp bij het zoeken naar degenen die nog steeds vermist zijn na de oorlog. Met de publicatie van boeken en het eerste tijdschrift, Viking Roeft, eind 1951, begon HIAG de aandacht op zichzelf te vestigen en publieke controverse te genereren. De leiding van de HIAG ontkende dat er een verband was tussen de Waffen-SS en de vreedheden van de nazi's. In 1957 schreef Paul Hooser in de Vrijwillige de nieuwe naam van het HIAG-tijdschrift, een open brief aan de West-Duitse minister van Defensie. Om de reputatie van de Waffen-SS te ondersteunen, bevatten de memoires van de leidende leden van HIAG-citaten van voormalige Weermachtgeneraals die de gevechtsvaardigheden van de strijdmacht onderschreven. Rond de jaren 1955 was HIAG in staat geweest om de Waffen-SS te onderscheiden van andere SS-formaties werden gezien als wel schuldige waren zoals de Algemene SS, de SS-Dotenkopf en de SS-Einsatzgruppen. De Waffen-SS werd daarmee met succes geïntegreerd in de mythe van de Schone Weermacht. Een schone Weermacht is het historische ontkenning dat de reguliere Duitse strijdkrachten, de Weermacht, niet betrokken waren bij de Holocaust of andere oorlogsmisdaden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het positieve imago van de Waffen-SS vond inderdaad een ontvankelijk bij het publiek tijdens de opkomst van de Koude Oorlog die in 1947 begon met de wantrouwd van de Amerikanen tegen Rusland. In 1950 kwamen de West-Duitse bondskanselier Konrad Adenauer en voormalige officieren in het geheim bijeen in de abdij van Himmerod om de herbewapening van West-Duitsland te bespreken en kwamen ze het Himmerod-memorandum overeen. In dit memorandum werden de voorwaarden uiteengezet waaronder West-Duitsland zich zou herbewapenen, hun oorlogsmisdadigers moesten worden vrijgelaten. Het Himmerod-memorandum stond dat. De lasten van de Duitse soldaat moest worden gestaakt en de buitenlandse publieke opinie over de weermacht moest worden verhoogd. Het verhaal werd zo gedraaid dat niet de SS en Weermacht schuldig was voor de Tweede Wereldoorlog, maar juist Europa wilde verdedigen tegen het Rusland, die geheel Europa wilde bezetten. HIAG begon toen af te drijven naar extreem rechts en trok zich verder terug in zijn nazi verleden. Een tijd lang publiceerde HIAG een kalender die de herdenkingsdata van de naties markeerde. Veel van de HIAG-leden van de organisatie zijn niet met de tijd meegegaan en toch blijven hangen in nationaal-socialistische ideeën. In de jaren 1970 en 1980, toen het West-Duitse publiek zich bewust werd van de vreedheden van de SS, veranderde de houding ten opzichte van Waffen-SS-veteranen drastisch. De federale organisatie en lokale groepen werden verbannen, en hun bijeenkomsten en herdenkingen werden begroet met protesten. Ontbinding. HJG werd steeds meer verbannen en werd in 1992 op federaal niveau ontbonden. Haben sich Wehrmachtsangehörige damit gebrüstet, die Juden und anderes äh, äh, unwertes Volk ausgerottet zu haben? Sie das, was Sie Mich erschüttert sagen? es nach wie vor. Mich erschüttert es, seit ich den Krieg beendet sehe. Immer noch. Es war furchtbar. Es war furchtbar. Es war furchtbar. Es war furchtbar. Regionale hiagafdelingen bleven echter bestaan in de jaren 2000, tenminste één in het jaar 2010. Zo was er de hiag Oostzaanse die was aanwezig op de Ulrichsbergbijeenkomst op de Ulrichsberg in 2003. Regionale HIAC-afdelingen bleven bestaan in de jaren 2000, tenminste één in de jaren 2010. Deze groepen werkten eraan om het momentum te behouden door de recrutering van jongere generaties en door buitenlandse veteranen van de Waffen-SS te bereiken, geholpen door de voortdurende publicatie van de vrijwilligen. Zijn, veelgeprezen doel, vandaag, 2014, is om oudere en jongere generaties te verbinden in een gemeenschappelijk doel. Het overheersende thema van de publicatie bleef Europa tegen het bolschewisme, met verschillende hoofdartikelen gewijd aan het idee dat de Waffen-SS de basis legde voor de eenwording van Europa, de uitbreiding van de NAVO en vrijheid van vaderlanden, zoals vermeld in een van de nummers van het tijdschrift. De informele opvolger van HIAG was de Internationale Kriegsgräber-Stiftung Wen Alle Brüder Schweigen, opgericht met als doel het behoud van oorlogsgraven. In de jaren 1990 en 2000. Na de val van de Berlijnse muur werkte de stichting aan het inrichten van nieuwe herdenkingsplaatsen voor de Waffen-SSRS in de voormalige Sovjet-Unie. Zo probeerde HIAG en de nieuwe groepen die op HIAG ideeën verder gaan de geschiedenis te herschrijven en te manipuleren. Zelfs nu worden veel oud en bejaarde SS gevraagd als eregast of als spreker over de Tweede Wereldoorlog met natuurlijk hun visie dat de SS tegen het Russische gevaar vocht in plaats van de oorlogsmisdaden die gepleegd zijn. Naja, ja, okay. haben wir nicht gekämpft. Nur gegen die Russen? Gruppe, genauer gesagt haben wir nicht gegen die Russen gekämpft, sondern gegen den Bolschewismus. Na ja, der Russe Mensch ist, ist genau das gleiche wie wir, der Bol Bolschewismus. Und haben versucht unser Land davor zu schützen äh, und vor allen Dingen vielleicht ganz Europa. Wenn wir den Bolschewismus nicht aufgehalten hätten, dann wäre er auch über Irland gekommen und vielleicht nach Frankreich und so weiter. Ja, wir sind keine ja genau. Hatte alles wir hatten, weil ja, der, wir mussten auch gegen den Amerikaner kämpfen, weil der dann gelandet ist in Frankreich und in Italien und in Afrika und so weiter. Haben wir am Schluss gegen den Russen, gegen zum Teil zwölffache Übermacht gekämpft und immer mit und immer mit der Hoffnung, ihn noch von den Reichsgrenzen äh, fernzuhalten. Fern zum Schutz unserer Bevölkerung. Thanks for watching this video. I hope you found it interesting. Don't forget to like and to share. And please join our channel.